Yo bewoners van de Gamedorp, ik ben Mart en welkom bij deze hele random video. Als deze te random voor je is, dit moest even. Want ik ben hier in een Minecraft wereld en dit is niet zomaar een Minecraft wereld. Nee, wereld, wauw. Dit is de oude Weekly Animated server wereld. En deze wereld heeft best veel waarde nog steeds voor mij. Want ik weet niet of jullie het weten, maar in 2013 had ik een kanaal. Dat heette Weekly Animated. En daar postte ik mijn allereerste gamevideo's op eigenlijk. Trouwens, de reden waarom ik mijn shades niet aan heb staan is omdat ik gewoon... Ja, fuck it, weet je wel. Maar in ieder geval, dit is de allereerste map die ik ooit had daarin. 2013 is... deze server ontstaan. En in 2013 is er ontzettend veel gebeurd. En moet je kijken, jongen. Er is zoveel gebouwd. Er is zoveel gebouwd, joh, hier. Het is niet normaal. Maar in 2013 is er zoveel gebeurd ook. Het is niet normaal. Ook in mijn persoonlijke leven. Op YouTube is er heel veel gebeurd. Er is alles eigenlijk begonnen. De vriendschap tussen mij en Bram is daar begonnen. Tussen mij en Maarten, Koen en... iedereen die ik via YouTube ken. Is het een spin op mijn scherm? Flikker, sodomiet erop. Als mij is, koop je eigen scherm, vieze klote spin. Door, oh, mijn allereerste arena. Wow. Dagenlang aan gewerkt. Dit was echt een pokkenwerkje. Oh, wauw. En grotendeels is dit ook in Survival volgens mij. Wow, gaat het om me heen. Wow. Vet leuk. Dit is echt... ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Ik weet niet wie dit erin heeft gezet, maar ik ziet er goed uit. Oh ja! Oh, dit was mijn tunnel. Deze heb ik toen gemaakt en ik was heel trots op. Maar nu ik het terug zie, dan denk ik van... Mart, waar de fuck was je mee bezig? Het ziet er niet uit. Wel leuk, man. Wauw. Oh, de boom. Volgens mij kon je in deze boom. Wacht even. Dat kan volgens mij. Ja! Boom. Alsof het nog niet duidelijk genoeg was. Het is een boom. Hier kan je naar binnen. En hier kan je voor mij helemaal erin. Oh, wauw. Geweldig dit. Nogmaals, het spijt me als iemand... Oh, joh! Schrok mijn dood, vieze hond. Hey, maar nogmaals. Het spijt me als je dit niet interessant vindt. Maar... hier zit nog eventjes een... misschien nog een klein verhaaltje achter. Ik ga eens even een klein verhaaltje vertellen. Even storytime. Quality... Quality time met Mart. Even gewoon leuk even praten. Hey. Ik ga er even doorheen lopen en ondertussen vertel ik een verhaaltje. Heel leuk. Potionwinkel. Wacht, ik ga nog niet vertellen dat die kisten nog vol zitten. Ja hoor, geweldig. Wow. Oké, dat is beter. Oké. Verhaaltje. 2013 is voor mij een heel, heel bewogen jaar geweest. Er is heel veel positiefs gebeurd, heel veel negatiefs gebeurd. En daardoor is het zo'n... Ik weet niet. Is het zo'n raar jaar? Ik weet het. Het is heel maf. Maar waar het op neerkomt... 2013 begon voor mij... niets wetend over YouTube. En ik was maar wat aan het doen. En ineens werd ik in de Kingdom gegooid door Lars. Door Vaco. En die zegt van... hey, vind je het leuk om lekker mee te doen? Ik zeg van... ja, tuurlijk joh. Moet nog ingericht worden. Dat zie ik, ja. Wow. En toen ging ik meedoen met de Kingdom. Eenmaal op de Kingdom ontmoette ik Bram en ontmoette ik Koen. En dat is voor mij misschien nog wel het beste wat er ooit gebeurd is in mijn leven. Ik bedoel, ik heb vrienden ontmoet die ik nog helemaal niet had. Ik heb nooit vrienden gehad. Ik maak het even dag. Waarom kan dat niet? Time, set, 0. Hoppakeetje. Super tof, man. Maar ik heb dus daar vrienden ontmoet die ik nog niet had in het echt. Ik had wel vrienden, maar dat was allemaal niet heel erg super. Wow, keep. Niet, dat bedoel ik dus. Ik was net in de Kingdom en de Kingdom was helemaal on hype. 2013 weer, nu gelukkig. Hartstikke leuk. En dit is dus de allereerste kit die werd gebouwd. Hartstikke grappig. Hey, maar in 2013 kreeg ik ook mijn allereerste vriendin. Nou, dat was ook helemaal super, want ik was altijd heel eenzaam en ik was... bijna 40 kilo zwaarder dan ik nu ben. Dus dat is nog minder leuk. What the fuck.
Oké. Dus er gebeurde heel veel goeds. En, maar tegelijkertijd ook niet heel goed, zeg maar. Zoals het begin van mijn depressie. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben depressief geweest, slash ik ben het nog. Half, ik weet het niet. Het is een beetje maf, want ik voel me hartstikke goed. Maar toch denk ik dat ik nog iets mis. Ik weet het niet, maar alsnog. Het begin van mijn depressie. Er gingen allemaal dingen fout en... Ja, met mijn vader en hele rare dingen gebeurden er. Dingen die ik niet heel erg kan uitleggen. Dingen zoals deze big die hier bovenop zit. Hallo, hoe gaat het, big? Goed met jou? Ja, lekker. Ik weet niet hoe, wat jij... moet ik je even helpen? Kom maar. Big, ga vallen. Ja, dan niet, joh. Sodemiet erop, vieze hond. Ik bedoel, big. Dingen verboden voor Turbo Joep. Als het goed is, nog een leuk feitje. Ik weet niet of jullie de designer kennen. Designer van shit. Op Twitter. Ik weet niet of je hem kent. Die heeft ook op deze server gezeten. Kon ik goed bij opschieten. Colijn heeft op deze server gezeten. God, ik allemaal grote namen. Grote namen die vroeger nog niet heel groot waren, die nu wat bekender zijn of nu aan YouTube doen of weet ik veel wat. Wat is in die richting. Ik zal even het Weekly Animated gebouw ingaan, dat is ook wel grappig. 2013 is ook het laatste jaar geweest waarin ik mij echt gelukkig voelde. Beetje raar, want ik zeg net van, hey, ik voel me niet, af en toe niet zo fijn, maar de momenten dat ik me gelukkig voelde, was ik echt gelukkig. Was heel leuk, moet ik vaker doen. Als je naar mijn oude kanaal gaat, ik weet niet of je daar... Nee, alles staat op privé. Maar op mijn oude kanaal heb ik hier zoveel van geüpload, joh. Server tours, ik was bekend in die tijd. Ik was een bekende YouTuber. Een bekende Nederlandse YouTuber was ik gewoon. En dat heb ik toen allemaal weggegooid. Dat was heel slecht voor mij. Maar zoals ik zei, de punten waarop ik heel blij was... Was ik heel blij en gelukkig. De punten waarop ik minder blij was, was ik ook heel, heel ongelukkig. En dat wisten heel veel van mijn vrienden wisten dat wel. Oh, wauw. Check dit dan. Wat is dat dan? Dat is een rollercoaster. Vet leuk, man. Hey. Oh, wacht. Jongens, ik herinner me nu iets. Ik weet niet of zij dit leuk gaat vinden. Mijn ex. Maar misschien wel. Misschien vindt ze het heel leuk om terug te zien. Ik weet het niet, maar... Ja hoor. Oké. Ik speelde heel veel Minecraft met haar. Op deze server. En... ja, toen hebben we echt gewoon een heel pad met bordjes gemaakt. Ik ga nu kijken wat er op staat. Ik kan me nog goed herinneren dat er grappige dingen op staat. Stonden. Staat. Oké, eens even kijken. Waar is het begin? Begin. Hallo. Begin. Oké. Hier stond de crafting table. Weer of je. Kaffee, kaas, punt, komma, uitroepteken, vraagteken, appeltaart, yum yum, Marks kusjes. Hij zegt dat, oh wat leuk. Want dat is gewoon kinky sexy, Mart is baas. Ben ik niet. Dit is alles. Skype is leuk, wop wop. Ik ben een botje. Woe, woe. Oké, oh dat was mijn catchphrase vroeger. Oké dan. Dat was echt grappig, geweldig. Nog een app, er was nog een app van. Is er ooit een oké dan? Ik heb ooit een app gehad. Een app. Jongens, als ik dit zo terugzie. Het klinkt misschien heel raar. Zoals ik in het begin van deze video zei. Als ik dit zo terugzie. Het raakt me gewoon. Want. Het is toch een stukje geschiedenis, toch een stukje van het jaar waar nog het meeste goed ging voor mij. Het jaar waarin mijn opa nog leefde. Sinds dat ik hem kwijtraakte, ging alles fout voor mij. Het ging echt gewoon bergafwaarts. En het brengt zoveel terug nu ik dit terugzie. Dit is echt heel stom.
Ik moet hier eigenlijk niet om janken of wat dan ook. Ik ben misschien een pussy. Ik ben een... Weet ik veel wat. Maar... Dit is echt heel veel... Dit betekent echt heel veel voor mij, dit. Jongens, het leven is nooit makkelijk. Het leven is nooit een feest. Maar... Als jij de juiste winkel opzoekt met de juiste slingers... Kun jij er nog een feestje van maken, hoor. Komt wel goed. Maar... Je moet het wel zelf doen. Uiteindelijk komt het allemaal op jezelf neer. Voordat je het weet, is het voorbij. Of dan gebeurt er iets wat denk je, dat je denkt van... Shit, kon ik maar terug naar die tijd. Kon ik dat allemaal maar overdoen? Kon ik... En dat heb ik dus met dit. Als ik het over kon doen, had ik het anders gedaan. Had ik alles anders gedaan. Had ik meer gedaan... Met het kanaal. Had ik meer... Voor mijn vrienden toen gedaan. Was ik meer naar mijn opa toe geweest. Als ik niet geweten had. Kijk. Ik snap als deze video heel veel dislikes gaat krijgen. Dat snap ik oprecht. Heel erg. Maar... Ik moest het even laten zien aan jullie. Ik moest het even... Even nog voor de mensen die misschien dit nog kennen. Het zou vet zijn als jullie reageren in reacties van... Hey, vet leuk man! Echt super tof! Ik ga nog eventjes hierheen lopen. Omdat het gewoon kan. Weet je. Wow, lange man! Hey, Sonomiet erop. Koop je eigen server. Wereld. Of zo. Maar jongens... onthoud goed... Ik ga dit keer mijn best doen om goede video's voor jullie te maken. En om niet te stoppen als het even niet mee zit. Want, dat gaan we niet doen. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Doe even abonneren op een Gamedorp voor meer van deze toffe content. En dit keer zijn er geen bloepetjes. Maar wel een goede levensles of zoiets, denk ik. Laten we daarop houden. Dan zeg ik dikke doei. En tot de volgende video. Doei.